Dit keer in Puur Laurens. Merel, wijkverpleegkundige teamcentrum. Als wijkverpleegkundige ben ik verantwoordelijk voor het aannemen van klanten, voor het verlenen van de zorg en voor het evalueren van de zorg. Ook ben ik verantwoordelijk voor het aansturen van mijn team om ervoor te zorgen dat de zorg ten alle tijde goed verloopt. Ik wilde vroeger arts worden, want dat is mijn vader ook. Hij nam mij altijd mee naar het ziekenhuis en heeft mij de patiëntenzorg laten zien. Ik ben begonnen met een studie psychologie aan de universiteit, maar ik vond het te theoretisch, paste niet bij mij. Zeker toen ik begon met mijn studie verpleegkunde, die veel praktischer was, heel erg bij mij paste. Nu kan ik mijn klanten veel beter begeleiden, omdat ik mezelf zo goed ken. Ik ben in februari 2020 terechtgekomen bij Laurens, toen ik begon met mijn stage. Dat was mijn afstudeerstage. Ik vond het zo leuk en ik vond het team ook zo fijn, dat ik daar heel graag wilde komen werken. En dat is gelukt. Wat ik het leukste aan mijn werk vind, is dat ik heel autonoom mag werken. En dat ik heel veel vrijheid heb. Dus ik kan mijn tijd volledig zelf indelen. Daarnaast kan ik ook veel aan verbeterprojecten werken. En er is nog gewoon een enorme verbeterslag te maken in de thuiszorg. Dus de professionalisering vind ik heel interessant. Ik ben heel ambitieus. Ik ben heel enthousiast. En ik heb heel veel empathie. Dus ik vind het ook heel fijn om dat toe te kunnen passen in mijn werk. En ik zie dat het mijn klanten echt goed doet. Dat ze mij altijd ondersteunen wanneer ik laat zien welke ambities ik heb. En dat ze het geen probleem vinden om met mij mee te denken en om mij daarin te faciliteren.